De maatregelen die door de president zijn afgekondigd, zijn op advies van het Outreach Management Team vervat in een presidentieel besluit. Volgens minister Amar Ramadine van Volksgezondheid is het de taak van de overheid om deze adviezen op de juiste manier toe te lichten. De bewindsman voegt eraan toe dat elke andere deskundige echter de vrijheid heeft om zijn of haar mening te geven. Ramadine zegt niks van doen te hebben gehad met de kwestie Del Prado, die in eerste instantie gecanceld was als gast in een actualiteitenprogramma van de STVS. De minister benadrukt verder niemand thuis te hebben gezet. Niemand thuis gezet. Dat is ook het beleid van de regering. De regering heeft duidelijk gezegd dat wij met iedereen willen samenwerken. Natuurlijk zullen hier en daar wat beleidsinzichten zijn die nieuw zijn en anders zijn. Maar in die fase zijn we nog niet. De president heeft aangegeven een beetje verscherping van de maatregelen. Wat doen jullie in deze periode? Want het is verscherpt, maar we zien dat er toch nog mensen op straat. Ja, dat heeft natuurlijk mijn zorgen. Ik zie dat er nogal wat onzorgvuldig wordt omgegaan. De adviezen worden niet als zodanig opgevolgd. Ik zag gisteren nog dat mensen gewoon in een gesloten restaurant eten. Mensen houden nog stiekem feestjes. Nogmaals mensen, wij hebben onze focus niet specifiek gelegd op handhaving. Maar ik denk dat als er handhaving zal moeten komen, het zal moeten komen. Want mensen moeten eigenlijk ook nog meer begrijpen dat we de verantwoordelijkheid vooralsnog in de handen van de gemeenschap hebben gelegd. En niet vooral focussen op sancties. Minister Ramadine zegt verder dat de regering eraan werkt om terug te gaan naar een normaal leven. Er is een werkgroep belast met protocollen en een andere werkgroep is bezig met het bedrijfsleven om na te gaan of mensen zich aan de protocollen kunnen houden. Dan mogen ze weer normaal functioneren. Trouwens, dat is ook opgenomen in het presidentieel besluit. Dat in samenspraak met de actoren, met de verschillende stakeholders, indien mensen kunnen aantonen dat ze zich willen houden aan protocollen, dat we de bedrijven en het bedrijfsleven weer open zullen stellen. Intussen heeft de Raad van Toezicht van de STVS vanwege het ingrijpen van de programmering van het actualiteitenprogramma Manting Taki door wat zij noemt het transitieteam haar gedelegeerde verantwoordelijkheid teruggegeven aan de vicepresident. Volgens de voorzitter van de RVC, Sandra Polak, had de Raad graag vooraf kennis genomen van de veranderende beleidsinzichten over de programmering, daar zij verantwoording schuldig is aan de vicepresident.